Welkom bij Rijnmond. Ouderen kunnen in een speciale container toch visite ontvangen. Het lijkt wel alsof ik bij jou op bezoek ben en dat jij in de gevangenis zit, hè? Ja. Jongeren snakken naar meer vrijheid in coronacrisis. Je hebt alle films al gekeken. Ik heb alle films al gekeken, dus ik weet niet wat ik nu nog moet doen. En kunststofbedrijven draaien overuren door enorme vraag naar plexiglas. Deze zijn voor het asielzoekerscentrum in Gilsen. Voor de balies, om de mensen te beschermen. Morgen volop zon, een maximumtemperatuur van 21 graden en de oostenwind waait matig aan zee vrij krachtig. Windkracht 4 of 5. Ook donderdag is het zonnig en wordt het 21 graden. Meer weer op Rijnmond.nl. Goedendag, welkom bij Rijnmond. Hier in het Waalbos in de Ridderkerk heeft de Stichting Natuurbeheer Waalbos een speciale oeverzwaluwwand laten plaatsen. Wat dat precies is en waar die voor dient, dat ziet u straks. Nu eerst het andere nieuws uit de regio. Post vandaag voor de inwoners van de Beverwaard. Brief van de gemeente Rotterdam, omwonenden van het AZC Rotterdam. Nou, we gaan eens kijken wat daar... in feite wordt het huurcontract gewoon opgezegd. Het AZC gaat dicht? Het AZC gaat, zoals afgesproken, gaat het dicht. Het AZC in de Rotterdamse Beverwaard, hier achter me, gaat per juli volgend jaar definitief dicht. Dat hing al even in de lucht, maar is nu zeker. De mededeling dat er een asielzoekerscentrum zou komen in oktober 2015 zorgde voor heel veel heftige reacties. Maar toen het er eenmaal was, werd het eigenlijk al vrij snel stil. Het is gaan bouwen en het is er neergezet en er zijn mensen ingekomen en dat was het eigenlijk. Ja. Zijn de bewoners ooit onderdeel geworden van de wijk hier? Nou, dat idee heb ik niet heel groot. Nee, niet heel groot. Ze zien natuurlijk wel de kinderen elke dag hier over de Rijnhouden zingen of fietsen naar school toe. Want ze hebben hier ook een school opgericht voor die kinderen. En dat gaat, naar mijn mening, gaat dat hartstikke goed. En dat zijn de enigen die je in de wijk ziet. Ik heb er geen last van die mensen. Maar ik heb er ook geen gemak van. Ja, aan de ene kant denk je, het heeft wel lang genoeg geduurd. Een heleboel mensen die vonden het natuurlijk vervelend. Maar ik heb er weinig last van gehad, moet ik zeggen. En ik vind wel dat de gezinnen zeker opgevangen hadden moeten worden. En dat is misschien ook wel gebeurd. Maar als je ziet hoeveel jonge lui en hoeveel alleenstaande mannen, dan denk ik van, die horen hier niet. Ja. Dat is mijn mening. In het begin dacht ik, dat is een mooi gebied. We zitten hier allemaal zo dicht op elkaar. Waarom maken ze niet een beetje leuk groen van? Iets van waar mensen een beetje kunnen wandelen. Je zit hier echt boven op elkaar. Vind je ook niet? Wat er op deze plek gaat komen na de zomer van 2021 is nog niet zeker. Het kan zijn dat de RET er een groot buscentrum gaat bouwen. Het kan ook zijn dat er parkeerplekken komen voor het nieuwe stadion van Feyenoord. En het kan ook zijn dat er een woonzorgcentrum komt. Of misschien een combinatie van alle drie. We gaan het zien. De maritieme geschiedenis van Middelharnis in leven houden. Dat doet Koert de Heer op de Meneerse Werf. Maar door het coronavirus moet zijn attractie het doen zonder bezoekers. Eigenlijk alle zaken die we dit jaar wilden gaan doen, maar de afgelopen bijna 5 jaar aan gewerkt hebben, die hebben we even on hold gezet natuurlijk. Dus de bedoeling was om een werkende werf te hebben die eigenlijk het decor was voor een hartstikke leuke attractie om te bezoeken. Met een bed and breakfast en huurbootjes en rondvaarten en tentoonstellingen, een speeltuin. Door de coronamaatregelen zag de Heer opeens zo'n 30.000 euro aan verwachte omzet wegvallen. En net nu geld in het laadje zo hard nodig is. Er moet ergens wat geld binnenkomen, ja. We hebben de afgelopen jaren heel veel uitgegeven, ook heel veel steun gehad van allerlei partijen en zo. Maar allemaal natuurlijk met de gezamenlijke gedachte van vanaf ongeveer nu gaan we echt vol aan de slag. En het gratis toegankelijk museum, zou ik maar zeggen, dat kan alleen maar als je aan de andere kant ergens natuurlijk wel wat verdient. En als het gaat om de financiële noodhulp vanuit de overheid, valt de werf echt tussen wal en schip. We zijn eigenlijk geen officieel erkend museum. Je zou dan kunnen zeggen, het is een erfgoedinstelling. Maar zonder een heel duidelijk verdienmodel. Dat moesten we allemaal nog gaan bewijzen. Dus ja, op het moment fietsen we overal tussendoor eigenlijk op een niet leuke manier. Want het is een droom eigenlijk, hè, waar je al jaren aan werkt. Ja, en mensen willen volgens mij hartstikke graag. Hè? Dus als straks het allemaal wat soepeler wordt en je weer mag varen, en dan zijn we een hartstikke leuke plek om naartoe te komen. Hè? En de 1,5 meter kunnen we hier ook prima regelen. We hebben een rondvaartbootje in bruikleen van de RTM. Ja, daar kunnen normaal 12 mensen op. Als je de helft doet, zit je ook op een gepaste afstand van elkaar. Zo moeten we het maar gaan doen.
Voor de aflevering van onze talkshow FC Rijnmond met Excelsior-speler Ahmed Mendes Morera heeft Rijnmond een NL Award gekregen. En dat is de prijs voor beste tv-programma bij de RPO van het afgelopen jaar. De aanvallen van Excelsior kozen voor om bij Rijnmond zijn verhaal te doen nadat hij bij de wedstrijd Den Bosch Excelsior racistisch was bejegend door het thuispubliek. Ik krijg wel een beetje een brok in mijn keel van, doet me wel pijn. Ik had het helemaal niet verwacht, weet je. Ik denk, mijn intentie was gewoon lekker een balletje trappen en 3 punten uit Den Bosch te halen. De Schiedammer was uiteindelijk door alle nationale talkshows gevraagd, maar koos er dus voor om bij Rijnmond aan te schuiven. En daar werd zijn verhaal landelijk nieuws. Nou, daar zitten we dan. Hallo, hallo. En hoe gaat het? Ja, ik wil de raam niet vies maken, hè. Ben je al in het boek begonnen? Van de zee. Ja? Dankzij deze container kunnen kinderen toch op bezoek bij hun ouders in het verzorgingshuis. Vandaag was de eerste test. Dit is hartstikke leuk. Want je zit eigenlijk heel gezellig bij elkaar. Ja, er zit dan plexiglas of misschien echt glas. Nee, plexi zit ertussen. Maar je zit op een kleine meter afstand. Je kan elkaar echt in de ogen kijken. Dat is leuk ook. Ja, het lijkt wel alsof ik bij jou op bezoek ben en dat jij in de gevangenis zit, hè? Ja. Maar zo is het eigenlijk wel, hè? Ja. Gaat dat in de gevangenis niet zo zeggen? Nee, daar hebben ze geen bloemetjes. Nee. En jij hebt geen streepjes aan, geen streepjespak. Nee, dat is niet het hele. Leuk, hè? Ja. Ja. Ja, goed zo. Goed bedacht. En tot woensdag. Oké. Dag. Het is gewoon moeilijk om je eraan te houden. Het is, je voelt je als het ware, opgesloten, bekneld. Je voelt gewoon echt opgesloten, ja. Moeilijk, heel moeilijk, omdat ik gewend ben om te chillen en les te geven, ook kickbokstrainingen te geven. Kan allemaal niet doorgaan, ja, jammer. Heel jammer. Geen sport, geen school en niet chillen op straat. De coronamaatregelen stellen jongeren nogal op de proef. Ja, op het moment dat je je opgesloten voelt, wil je toch heel gauw even iemand zien, even een gesprekje met iemand voeren en ja, op 1,5 meter, dan denk je van, ach, dat is heel erg flauw. Dan denk je van, weet je, we gaan even iets dichter bij elkaar staan en dan, daar gaat het al mis, hè. Als het verkeerde het ziet, dan krijg je een prent. Jongens worden veel gewaarschuwd, boetes worden uitgedeeld, Daar hoor je vast ook wel wat van. Tuurlijk, daar horen we heel veel van in de wijk. Boys, dit is geen grap, dit is Yusuf. Er gelden nieuwe regels op straat. Niet te dicht bij elkaar. Geen handen geven. Geef geen handen en geef geen box. Maar groet elkaar op afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. Het is ook geen zomervakantie. Als je dan een balletje trapt of even chillt, doe dat dan niet in een grote groep. Blijf 1,5 meter van elkaar. Dit is geen geintje. A no joke. Dit filmpje is viral gegaan op sociale media. En jongerencoach Gino Wouter wordt nu zelfs op straat herkend. Hij begrijpt wel waarom jongeren er zoveel moeite mee hebben. Want door het wegvallen van school en sport missen ze hun uitlaatklep. Niet elke jongere is ook vaardig genoeg om te kunnen gaan met als iets uit zijn systeem opeens wordt weggekaapt, om het zo te zeggen. Dus als een jongere ernaar uitkijkt om een dagje te gaan kickboksen of om een dagje te gaan voetballen, zowel bij een vereniging als of op straat, en als dat opeens wordt weggehaald met alle goede bedoelingen, dan kan dat een behoorlijke impact hebben. Dus dan kunnen jongeren ook andere manieren gaan zoeken om hun tijd in te gaan vullen. En dat komt ook, wat er dan kan gaan gebeuren, dat ze meer op straat zijn. De jongerencoach pleit voor een versoepeling van de maatregelen voor jongeren. Bijvoorbeeld door het heropenen van de openbare sportvelden. Wat mij een goed idee lijkt is om bijvoorbeeld de tenniscourts wel open te gooien, zodat je voldoende afstand kan bewaren en toch wel je sport en beweging kan uitoefenen. Dat lijkt mij wel een vorm van slim chillen. Yassine en Mohammed hebben ouders die er bovenop zitten dat hun zonen de regels naleven. Ja, mijn ouders zitten er kort op. Ja. Ouders zitten er kort op. Schoenen buiten uit en overal waar ik net ben geweest, even met een doekje langs, dat doet mijn moeder. Maar ook zij zijn na 5 weken isolatie in afstand er wel klaar mee en snakken naar meer vrijheid. Je raakt het een beetje zat, thuis zitten. Alleen in je kamer of met je een film kijken. Je hebt alle films al gekeken. Ik heb alle films al gekeken, dus ik weet niet wat ik nu nog moet doen. Hoek erbij. Loop ik er rechts bij. Wow. Ja, zie je dat maar? Mijn vader is begonnen in 1945, want het materiaal is ontwikkeld voor de koepels waar het geschut achter zit en ook waar de piloten achter zaten.
En dat was een bijzonder materiaal, vlak na de oorlog. En mijn vader vond dat geweldig en die zag daar handel in. En de potentie blijkt ook nu hier weer. Wereldoorlog is een crisis. Dit is weer een crisis. En weer doet dit materiaal, komt het naar boven als een oplossing. Wel bijzonder. Het is overal aan de gang op het moment. Dus normaal doen we dit nooit en nu komt het wel even regelmatig voor, ja. Ja. Deze zijn voor het asielzoekerscentrum in Gilzen. Voor de balies, om de mensen te beschermen. Er gaat nog wel iets gebeuren natuurlijk. Want dadelijk gaan de winkels weer open en de sportscholen, de autorijscholen, noem het maar op. De taxichauffeurs die willen ook weer wat rijden. En bijvoorbeeld zo'n ding, daar kwam een taxichauffeur mee. En die had een stukje materiaal genomen wat ja, eigenlijk daar niet goed geschikt voor is. Dus we hebben dat eigenlijk gemodificeerd en hebben een flexibel scherm voor gemaakt, wat wel tegen een stootje kan. Ook helemaal transparant. Van het weekend heb ik dit bedacht, een gezichtsscherm. Simpel, licht en snel te maken. En daar voldoet het aan. En is het nu eigenlijk elke dag wel raak dat u weer gebeld wordt voor iets anders? Ja, ik had dus vanmorgen uit het buitenland, die mensen zitten verschrikkelijk omhoog. Ja, het moet gebeuren en het moet eigenlijk nu gebeuren. Dus ik zeg, hoeveel heb je er nodig? Ja, hij zegt, kan je er gelijk 20 maken, maar eigenlijk liever 50. Dus het is ja, ook een mentale druk, want ik vind gewoon dat het moet gebeuren. Als mensenlevens van dit product afhankelijk zijn, moet het gewoon geleverd worden. En ik sta daarvoor. Helemaal los aan het laten is. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat de boom aangetast wordt door een schimmel. En die schimmel tast het hout aan en daardoor kunnen er dus zware armen uitvallen. Dat kun je hier ook al mooi zien. Hier bovenin is er al eentje uitgekomen. Nou, je ziet dat de boom heel mager in blad staat. Die heeft er echt flink onder te lijden. Ja, dat is ook de reden dat we deze boom helaas moeten gaan verwijderen. Wij moeten de veiligheid van de buitenruimte kunnen waarborgen. En dat doen wij door te voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht dat houdt in dat wij de bomen jaarlijks controleren op mechanische defecten, ziektes en andere zaken. En vanaf het moment dat wij de veiligheid van de boom niet meer kunnen waarborgen, dan maken wij de beslissing dat een boom gekapt moet worden. Mensen die toch iets willen laten weten of willen laten blijken, kunnen nog bezwaar indienen. Terwijl de kap op 11 mei al gaat starten in Hillegersbergsebroek en Overschie. Is dat niet een beetje vreemd? Nee, dat is niet vreemd. De bezwaartermijn dat is gewoon een formele termijn. Dat houdt in dat als er tot 11 mei een bezwaar binnenkomt, dat wij eigenlijk met een soort van pas op de plaats houden. En dat wij de bezwaar eerst goed gaan bekijken voordat we weer verder overgaan op de maatregelen die we gaan treffen. Komen er ook nog bomen voor terug in de plaats? Ja. Goed nieuws voor de zwaluwen in onze regio. Want sinds kort is er in het Waalbos in Ridderkerk een speciale oeverzwaluwwand geplaatst. Want niet alleen onze woningmarkt is oververhit, ook de zwaluw heeft het lastig. En dat is een wand voor oeverzwaluwen om in te kunnen broeden. Er zijn 32 gaatjes, dus er kunnen in principe 32 paardjes in broeden. En doordat wij alles bedwongen hebben in Nederland met dijken, is er natuurlijk veel minder afslag. Ook hartstikke goed natuurlijk, moeten we vooral ook houden. Maar dat betekent wel dat er veel minder plekken zijn waar die oeverzwaluw van nature kan broeden. De zwaluwen zijn kritisch als het gaat om een broedplaats. Maar als aan alle eisen wordt voldaan, dan zijn ze er snel bij. Ze zitten ook heel vaak op plekken waar gebouwd wordt. Als er dan even een hoop zand neer wordt gegooid, dan... eigenlijk hier ook, hè, binnen anderhalve week zitten ze er. Dus je kan al nagaan als die aannemer een hoopje zand neergooit, of ze het ruiken, ze zitten er zo. Toch is de wand geen vaste verblijfplaats voor de zwaluwen. Als de broedtijd erop zit, dan is het weer tijd om verder te gaan. Maar die trektocht laat voorlopig nog even op zich wachten. Tot zover, welkom bij Rijnmond. Hier op TV Rijnmond gaan we zo meteen terug in de tijd met de hilarische avonturen van Hank. Ik wens je nog een fijne dag. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.